Goedemorgen. We gaan opmaken. Ik heb soms goud. Het is voor mij erg vroeg. Het is 7:30. Denk ik. Weet ik niet. Ik moet zo naar de huisarts. Er moeten wat hechtingjes uit mijn rug. Ik heb een bultje laten weghalen. Dus nu heb ik een 3 centimeter ongeveer litteken. Ik heb ook zo'n bultje op mijn... dat zit tussen mijn schouderbladen, zeg maar. Dus ik heb ook eentje op mijn arm. Die halen ze dan vandaag weg. En er wordt een biopt genomen van een plekje op mijn arm. Op mijn onderarm. Ja, je kan het wel zien. Dat is deze, zeg maar. Dat lijkt op psoriasis. Dus daar wordt een dingetje van genomen. Dat wordt opgestuurd om te kijken wat het precies is. Ik gebruik de 11 vitamine C patty. Deze die is bijna op. Dus ik dacht, die ga ik gewoon opmaken. Ik had mijn skincare al gedaan. Het is een heel gek spul, want het lijkt nu niet zo heel veel te doen voor je poriën. Het geeft wel een hele mooie glow aan je huid. Maar als je dan straks de foundation op hebt, dan... bedekt je poriën wel, of dan... Blurt hij dat een beetje? Niet echt dat je denkt. Dit is de Lock and Grip van Revolution. Ja, die doe ik op mijn neus. Dat heb ik ooit een keer gehoord. Dan worden die. Ik heb van die polka dot pores, heet dat. Dat is dan allemaal van die ronde puntjes op je neus. Dat vind ik lelijk, dus dat wil ik weg hebben. Ik heb de 11 corrector. En ik heb wel heel erg wallen onder mijn ogen. Dat is gewoon, dat is niet vanwege het slaaptekort, maar dat is erfelijk. Dit is, ik zal het even opzeggen. Dit is de Putty Color Correcting Eye Brightener. In de kleur Fair. En dan verder gebruik ik de 11 Hydrating Concealer. Niet meer op de onderogen, maar hier een beetje. Bij mijn neus een beetje. Boven mijn wenkbrauwen. En hier. Dat zijn de ergste plekken voor mij. Dus daar wil ik eigenlijk een beetje extra dekking hebben. De onderogen zijn zo prima. En met de foundation eroverheen dan. Wordt dat prima gedekt zo. Ik heb altijd een beetje rood hier boven mijn wenkbrauw. Dat vind ik vervelend. Dan gaan we gebruiken de nieuwe 11 Camo Hydrating CC Cream. Full coverage, long lasting, dewy finish met tremella mushroom en hyaluronic acid. Ik heb de kleur Fair 125.
Ja, die dus. Ik neem één pompje. Het is best dik. Wat ik fijn vind, is om het gewoon te verdelen. Ik probeer dat een beetje strategisch. Als je wat hoort blaffen, is dat Anton. Zo. Wat ik vind. Ik vind het een hele fijne foundation. Ik heb hem al een aantal keer gebruikt deze week. Ik gebruik de e.l.f. Halo Glow. Deze. En dan zet ik er wat stippen tussen. Want ik vind hem namelijk niet heel glowy. Maar dat kan zijn vanwege mijn droge huid. Of misschien, maar ik vind het fijn om hem zo met de Halo Glow aan te brengen. Ja, en ik heb hier een... Ik heb mezelf gekrapt vannacht. Ik werd er ook echt wakker van. Het deed zozeer. Even die neus goed. Oké, dan gebruik ik de e.l.f. Halo Glow poeder. Niet op alles. Maar we gaan wel... dit is de Boosty Shop Puff. Even gelijk die onderogen zetten. En hier op mijn neus. Voordat dat de kans krijgt om te gaan kiezen. Oké, die gaan we zo gebruiken. Als eerste. De Luminous Putty. Ik zal eerst nog even zeggen. De concealer. De e.l.f. Hydrating Concealer met een Satin Finish heb ik in Light Peach. En de e.l.f. Halo Glow Liquid Filter heb ik in de kleur 2. Dan ga ik gebruiken de Luminous Putty Primer. En die heb ik in VK Mood. En dan gebruik ik daarvoor... Een e.l.f. brush, die past er precies in. Daar zijn ze ook speciaal voor bedoeld. En dan zet ik zo een beetje een streepje. Dan neem ik een gewone kwast en dan... Gaan we dat een beetje blenden. Dit is meer een contour dan een bronzer. Maar dat heeft wel mijn voorkeur. Ik kreeg het verzoek om favoriete kwasten te laten zien. Dat heb ik opgeschreven. Dat ga ik zeker doen. Komt er dus aan. Niet aankomende maand al, maar komt er aan.
Dan heb ik de Putty Blush. De Luminous Putty Blush. En dit is de kleur Maui. Zo, en dat is dan, dat is deze kleur. Het is een beetje een mauve kleur. Zo. De enige highlighter die ik van... Oh, dan vergeet ik het. De nieuwe Elf Camo Blush. Dit is de lichtste kleur. Nou, die gaan er gewoon overheen. Jammer dan. Een blush kwast. Deze is heel... Het lijkt bijna neon op mijn huid. Zo, er gaat toch nog poeder overheen, dus dat maakt niet uit. Wat ik wou zeggen, de enige highlighter die ik van Elf heb, dat is de Halo Glow Beauty Wand. Daar heb ik ook een blush van en de contour. Maar ik heb vandaag de putties gebruikt. Zo. Dit is het. We gaan afpoederen. Nou, nog een heel klein beetje. Een beetje hier en wat hieronder. Ja. Zo. Dat was de Halo Glow Powder en die heeft nu een roze dekseltje. Maar die had vroeger gewoon een zwart dekseltje. En, ik weet ook niet waarom. Ik heb geen wenkbrauwpotlood. Dus ik gebruik even de nieuwe van Catrice. Als je hem wat meer wil zien, moet je even mijn Catrice update film kijken. Video bedoel ik. Film, alsof het een hele film is. Dat is de vorige, als het goed is, van voor jullie vorige week donderdag. Zo. Ja. En wat er dan handig aan is, in het midden zit een poedertje. En dan kan ik hem even een beetje... Zo. Voor Elf gaan we de I Love You Latte gebruiken.
Zie je hoe mooi die blush er nu doorheen komt? Zo. Dit is het gewoon even simpel hoor, want ik hoef natuurlijk eigenlijk alleen maar naar de huisarts. En het is niet dat de huisarts mij beoordeelt op hoe mijn make-up eruit ziet. Ik denk dat ik een lijntje zet met deze. Nee. Nou, zal ik gewoon geen lijntje zetten anders. Hiermee. Dit is gewoon een bruin oogpotlood. Een heel klein beetje de bovenkant smutsen. Dat er wat definitie zit. Niet zo groot, niet zo groot. Zo. Mascara. Zal ik de bruine doen? Lekker gewoon natuurlijk. Dit is van Essence. Dan probeer ik het snel te doen. En ik mors overal. Ken je dat soms denk je, heb ik zo'n dag? Nu zit het ook op mijn neus. Geweldig dit. Een beetje met een spoelie.
Kan het over het algemeen. Wel wegvegen. Nou. Dan heb ik het nieuwe lippotlood van Elf. Dit is de Green Glide Lip Liner. En dit is de kleur... Baddest Beige. Het staat hier op het dopje en het is zo klein. Oké. Okay. De kleur is echt helemaal goed. Het is een prima lip liner, maar is het daar heel revolutionair van? Wow, Elf heeft nieuwe lip liner. Nee, dat is het niet. En dan heb ik geen nieuwe... lipstift van Elf. Dit is de Zero in Dirty Talk. Dat is een beetje nude. Dan gaan we een heel klein beetje hydrating en fixing spray doen. En dan doen we nog één laagje mascara. En dan wel voorzichtiger deze keer. Toch gemorst. Full face Elf. Luister. Bijna full face. De Camo CC Cream. Ik heb ook de originele. Die vond ik echt vreselijk. Ik heb hem wel veel gebruikt. Zoals je ziet. En het werkt ook wel. Maar dan moet je hem ook zo met de Halo Glow Filter moet je hem samen doen. Dat doe ik bij deze ook. En dan... Het geeft een hele mooie natuurlijke glow. Ja, de putty spullen zijn oud. De concealer is oud. Oud. De eye brightener is oud. De putty primer is oud. De blush. Ja, ik vind hem leuk. Ik vind het... Het lijkt op mijn huid echt bijna neon. Maar je ziet het er heel mooi doorheen en het geeft een heel mooi effect. Ik vind het een hele mooie blush. Hij is wel gepigmenteerd, dus pas op wat je doet. Wat heb ik nog meer? Nou ja, de Glow Wands, de lippotlood. Ja, weet je, ik vind de kleur echt geweldig. Het is een hele mooie nude kleur voor mij. Maar, ja. Oh, die is bijna op. Is het heel revolutionair wat Elf hier doet? Nee, niet echt. Maar ik vind het wel leuk. En ik hou van gewone potloden. Niet zozeer van het opdraaien gebeuren, maar ik hou van gewone potloden.
Volgens mij was dat het nieuwe. De Camo Hydrating CC Cream. De blush en het potlood. En de rest was gewoon wat ik al had van Elf. En dan zie je er ongeveer zo uit. En ik denk dat ik zo prima naar de dokter kan. Om mijn hechtetjes eruit te laten halen. En om een nieuw bultje weg te laten halen. Voor het geval je denkt, bultje. Dit zijn, ik heb een jaren geleden moedervlek laten weghalen. En die littekens zijn tot een bult gegroeid. En die jeukte. En er zat nog pigment in ook. Kon de dokter zien. Dus die hebben zeg maar het oude litteken verwijderd helemaal. En dan krijg je een grote litteken terug. Maar dan hopelijk wel gewoon een streepje deze keer. En niet weer een bult. Dus het zijn geen rare bultjes. Het zijn gewoon bultjes. Oude littekens. Die ze weghalen voor een nieuwe litteken. Goed, oké. Nou, dat dus. Ik ga er vandoor. Ik drink nog even een kopje koffie met Wessel beneden. En dan ga ik naar de huisarts. Wil ik jullie alleen nog bedanken voor het kijken naar dit video. Heb jij de Elf geprobeerd of ga je het proberen? Laat me weten. Vind ik leuk om te lezen. Ik vind al jullie reacties leuk om te lezen. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En abonneer op mijn kanaal. Daar help je me mee. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende keer. Dankjewel. Doei.